De informatievoorziening bij grote calamiteiten in de richting van direct betrokkenen moet beter. Dat zegt Amroet Seybold van de Stadspartij naar aanleiding van de grote brand bij Holland Casino ruim 2 weken geleden. De partij heeft met zo'n 20 omwonenden gesproken en uit die gesprekken blijkt dat hulpverleners en gemeenten diverse steekjes hebben laten vallen. Zeker op de dag zelf bij de evacuatie toch een groot aantal bewoners niet wisten waar ze naartoe moesten gaan. Daar was geen informatie over. En ook in de dagen daarna, en zeker op die maandag, wisten bewoners niet waar ze aan toe waren. En ook ondernemers die hebben daar wel over geklaagd. En dat is toch wel een serieuze zaak. Seybold noemt als voorbeeld de evacuatie van de direct omwonenden kort na het uitbreken van de brand. De informatie in de richting van deze mensen is niet goed geweest. Klopt. Die ontruiming is verder prima verlopen, daarvoor ook hulde natuurlijk ook aan de hulpdiensten. Alleen ja, daarna vanuit de gemeente was er gewoon te weinig informatie beschikbaar waar bewoners naartoe moesten, waar ze zich konden melden, wat ze mee moesten nemen tijdens de ontruiming. En daardoor vergaten sommige mensen ook hun medicijnen. En daarvoor vinden wij toch van, dan moeten we als gemeente of dan moet het college eens goed naar kijken van hoe is dat proces ingericht en is daar verbetering mogelijk. Ik weet niet precies het antwoord van de gemeente, maar zou het misschien zo kunnen zijn dat we in deze gemeente gewoon te weinig ervaring hebben met grote calamiteiten? Dat zou kunnen. Het is natuurlijk heel mooi dat wij weinig grote calamiteiten hebben, maar je moet je er wel op inrichten. En laten we hier, het is goed afgelopen, dus laten we hier dan ook lessen uit leren hoe zeker de communicatie- en informatievoorziening beter kan. De Stadspartij wil daarnaast dat er een tegemoetkoming gaat komen voor ondernemers aan het gedempte Kattendiep. Door de brand, maar ook door de sloop die de komende periode gaat plaatsvinden, leidt men een flink inkomstenverlies. Ondernemers die lopen nu bezoekers mis, omdat de parkeergarage natuurlijk is afgebrand. En de parkeergarage Damsterdiep staat op korte loopafstand. Dus wij denken van het zou mogelijk moeten zijn om een reductiekaartje te verstrekken voor de bezoekers van de horeca en de ondernemers hier. Zodat zij goedkoper kunnen parkeren in die garage en dus wel het Kattendiep blijven bezoeken. De vragen van de Stadspartij worden morgen behandeld in de commissie Financiën en Veiligheid.